Het feit dat we hier met ze van jong tot oud zitten, is eigenlijk ook wat we 5 jaar geleden opgestart zijn. Hè? Of je nou op de basisschool zit, of je bent hier fit op de stoel aan het doen, op de dinsdag en donderdag met koken. Dat is eigenlijk in de basis ons idee. Dan moet je aan de voorkant moet je allemaal mooie plannen maken. En dan moet je naar de provincie toe en naar de gemeente. Maar uiteindelijk gaat het hier om. Ik heb iets gemaakt. Daar wil ik eigenlijk symbolisch over handen gaan bij de clubs. Ans is van Stormvogels en Gemmy is van de tennis. En dit is eigenlijk wat we de laatste jaren hebben gerealiseerd. Kun je mooi misschien in de kantine een plekje geven. En aan Gemmy. En bonboys ga ik aan Jesse geven. Hij zegt dat die van de bonboys is. Die is voor jou. Nou, bedankt iedereen voor de komst. Lekker gebakje. Het ziet er gewoon heel netjes uit en heel mooi. Dat is voor de jeugd allemaal wat. Ja, ja. En de Schilderboel, dat is echt voor ons. Dat, ja. Onze groep die zal niet zo heel veel met de toestellen gaan doen, maar ik hoop wel met de Schilderboelbaan. We hebben al een hele tijd hele mooie, zware Schilderboelballetjes liggen. Dus ja, daar kijken we naar uit. We gaan niet meer op die toestellen en dat allemaal. Dat lukt ons. Dat lukt ons niet meer. Ja, dat zal ik wel aan meedoen. Ja. Met mijn kleinkinderen, want die bedoelen toch weer voetbal. Ja, het is een heel mooi complex nou. Ja. Echt. Compleet. En wat nog mooier. Ja, waardoor? Ja, de boompjes er staan en wat alles ingeplant is. Wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen veel buiten spelen. Tegenwoordig heb je ook wat te maken met overgewicht natuurlijk. Ja, Smallsteps gaat voor gezonde voeding en veel beweging en veel buiten spelen. En een beleefd speeltuin kan daar zeker aan bijdragen. Dus wij zien daar echt toekomst in. Ze stonden gisteren al hier voor het hek van mogen we al? Ik zeg, nee, jullie moeten nog even wachten tot de officiële opening is geweest. We hadden wel een klein speeltuintje met een glijbaan en zandbakje. En een, ja, dat is dan niet echt genoeg qua uitdaging, zeg maar. De grotere kinderen vinden het ook leuk om echt te klimmen en te klauteren. En de kleine kinderen eigenlijk ook wel. Dus dat misten wij heel erg. Nou ja, ik ben blij met alles wat we hier de laatste jaren gedaan hebben. Dus dat is sowieso. En nou ja, we hebben weer iets kunnen toevoegen. Hè? De beleefspeeltuin, de Schilderboelbaan. Maar ook met name dat je gewoon voor heel veel verschillende groepen, van jong tot oud, gewoon een mooie plek kunt bieden waar ze gewoon naartoe kunnen. Kunnen spelen, mensen kunnen ontmoeten, plezier kunnen hebben. Oh ja, dat is eigenlijk, hè, dat zei ik net ook in het woordje, van tevoren bedenk je allerlei plannen, krijg je allemaal mooie woorden op papier. Maar eigenlijk gaat het hier om. Op vrijdagmiddag heb ik na schooltijd een sportuurtje. Dan ga ik met de kinderen die dat willen na schooltijd een uur sporten. En dat is meestal eigenlijk altijd nog binnen geweest, van 3:30 tot 4:30. En ja, de animo is echt zo groot. Ik moet elke week wel 20 kinderen teleurstellen die graag, ja meneer, mogen we meedoen? Ja, nee, sorry, de inschrijflijst is vol. 2 jaar geleden heb ik subsidie aangevraagd. Voor LOF, Leraar Ontwikkelfonds. En daar heb ik een zak geld voor gekregen. En mijn plan was om kinderen meer te laten bewegen. En zowel in de gymzaal, maar ook de gymlessen meer naar buiten halen. Dus eigenlijk eerst klein beginnen. Echt op school, maar ook groot denken. Nou ja, als je kijkt hoe dit gefinancierd is, de provincie Overijssel heeft daar een mooie bijdrage in gedaan. Maar ook Oes in Oets. Het oude Unipro, zeg maar, die ook zegt van, weet je, wij vinden dit soort parken vinden we belangrijk. En die voorzieningen vinden ze belangrijk, omdat ze, eens per kwartaal hebben ze hier bijvoorbeeld een padelkliniek of een tennisclinic of een beachclinic daar. Maar dan kunnen ze nu ook, zeg maar, gebruik maken van een fitnesstoestel. Dus vitaliteit van hun werknemers staat hoog in het vaandel. Nou, en daarom spreekt ons verhaal van het ontmoetingspark ook heel erg aan, omdat dit gewoon een plek is waar hun mensen naartoe kunnen, hun medewerkers. Maar wat ook eigenlijk voor het dorp is. En dat is ook wat Oes in Oets graag wil zijn.